Dus phishing het valt in de categorie van social engineering of social. En deze slide toont een aantal dingen die ik meer voorbij heb zien komen de laatste dagen. Want het gaat echt over de typische scams die we nu voorbij zien komen. Waar het gaat om het proberen te ontfutselen van bankgegevens, toch? Mm-hmm. Ja, in ieder geval waar het om gaat is dat inderdaad het ontfutselen van bankgegevens met name. Maar dit zijn een aantal onderzoeken die we zeg maar, de laatste tijd, wat sites waar we naar hebben gekeken. En ik moet zeggen, want we hebben gisteren of eergisteren hebben we zeg maar, weer wat tooling die phishing detecteert aangezet. En ik moet zeggen dat ik wederom verrast ben naar de dingen die eruit komen. Om even wat context te geven, Rick en ik hebben best wel lang onderzoek naar phishing. En dan dit soort phishing, dus consumentengericht. Ja, en ook specifiek Nederlandse criminelen die dat dan doen. Ja. Nederlandse consumenten, zeg maar. Ja, criminelen toch ook? Ja, Nederlandse criminelen op Nederlandse consumenten. Maar we zijn er eigenlijk al een tijdje zijn we daar uit. We hadden bepaalde tooling niet meer draaien die zeg maar phishing sites detecteert. Dus natuurlijk is het relevant. En er gebeurde ook niet heel veel nieuws. Ik bedoel, ze doen elke keer hetzelfde kunstje. Ja, vaak wel, ja. Dus nu waren we een tijdje uit, maar toch weer die tooling gebouwd en aangeslingerd, zeg maar. En je ziet toch wel dat in de loop der tijd dat er best wel leuke innovaties weer zijn gedaan. Dus bijvoorbeeld linksonder zie je een van de phishes. En dat komt erop neer dat je een schuld zou hebben bij de Belastingdienst. De sms zie je eigenlijk. Met zeg maar van je hebt de schuld, je moet het betalen. Maar wat wel vernieuwend was aan deze phish en interessant aan deze phish was, is dat je komt dan op die pagina terecht. Maar wat ze daar hadden gedaan, ze hadden een echt ideal verzoek zeg maar in de pagina geïmplementeerd. Dus als je daarbij selecteer uw bank klikt, dan kun je je bank selecteren en dan doe je gewoon een daadwerkelijke ideal betaling van het betaalverzoekje. En bij welk bedrijf is die ideal account gekoppeld? Ja, bij Bunk maakten ze dat. Dit is die. Oh, vet. Ja, maar dat is gewoon echt heel cool. En dat is dan wel echt heel interessant aan dit soort dingen. Dat deze was volledig doorgeautomatiseerd. Je moet even uitleggen hoe dat dan verder geautomatiseerd was, want dat is echt master. Ja, precies. Nou, de bezoeker komt op de site. Op dat moment doet de webapplicatie die connect naar de API van Bunk, dus van de bank, zeg maar. En die maakt er een betaalverzoekje aan. En vervolgens wordt dat betaalverzoekje weer teruggestuurd en krijg je dat op deze pagina te zien. En ja, dan krijg je als het ware gewoon het echte betaalproces die je normaal ook zou hebben. Dus dat is wel heel cool en vernieuwend. Maar in dit geval had de crimineel dus daadwerkelijk een Bunk-account op de een of andere manier tot zijn beschikking. Ja. Toch? Klopt. Ja, precies. Klopt. Dus dat is ook vrij ongebruikelijk natuurlijk. Dat er echt naar legitieme bankrekeningen in die zin gewoon geld wordt overgemaakt in zo'n aanval, toch? Nederlandse betaalrekeningen zelfs. Misschien niet direct. Dat is niet, misschien nieuw. Maar ze gebruiken die rekeningen wel om het geld erin weer te schuiven. Ja, ja. Bijvoorbeeld rechts onderin kijkt, staat er ook, dat is een stukje chat, zeg maar, waar die mensen communiceren. En dan zie je ook gewoon van, breng je rekening. En dan ING, ABN, Bunk, Skrill, Rabo. Dus je ziet al dat ze in principe alle rekeningen graag willen hebben, om daar vervolgens wat dingen mee te kunnen doen. Ja. Dus eigenlijk zoek je gewoon een slachtoffer die zijn rekening afstaat. Heel vaak ook gewoon katvanger voor het pinnen. Ja. Dan schuiven ze gewoon in één keer al het geld dat ze gejat hebben naar één rekening en gaan ze pinnen. En dan krijg je meerdere rekeningen, meerdere keer binnen. Dus het coole daar bij deze was is echt dat ze, want normaal wat ze inderdaad doen, is gewoon ze krijgen toegang tot je app en dan maken ze het geld over naar een andere bankrekening en dan pinnen ze het. Maar bij dit was het echt gewoon een betaalverzoekje wat dus betaald werd en op die rekening terecht kwam en het daar vervolgens vanaf kon halen. Het is sowieso vet dat ze nu niet een keer op zoek waren naar username wachtwoord. Ja. En normaal gesproken wil je gewoon toegang tot je account. Of misschien moet je zelfs je pas opsturen. Hè? Van je kan je pas recyclen. Stuur het nu naar dit adres. Ja. Dan hebben ze op die manier toegang. Of ze krijgen toegang tot je app. En dan proberen ze daarmee een nieuw pas te bestellen. Maar nu is het gewoon letterlijk. Je doet letterlijk een legitieme ideal-betaling. En dat is wel echt creatief. Ja, wacht even hoor. Dit vind ik wel grappig. Want dus er is echt een scam. Dat de mensen getrickt worden om hun bankpas op te sturen voor recycling? Yes, die club die is ook al opgepakt. Of we hebben in ieder geval voor de rechter gestaan, jongens. Maar de tooling die zij gebruiken, die heb ik nog voorbij zien komen. Ja. En de reden dat ik dat dan weer wist, is omdat ze in hun phishing kit hadden ze een Nederlandse security researcher, en ik ben even zijn naam vergeten,
hadden ze gezet van, ja, die Nederlandse security researcher is homo. En toen dacht ik, hé? Dus ik kwam dat tegen, toen nam ik contact met hem op. Hij zei, oh, dat zijn die gasten, lachen. Dat die kit ook nog gebruikt werd. Lachen, maar even kijken hoor. Dus phishing is volgens mij ook iets waar op zich al best wel veel voor gewaarschuwd wordt en waar veel aandacht voor is, in de zin dat het vanuit de instanties, denk aan de NCC's en dergelijke van deze wereld, eigenlijk wel wordt aangeduid als een van de grootste dreigingen. Dat kunnen we bevestigen. Maar jij zei net, Rick, dat een van de redenen dat het voor jullie op een gegeven moment een beetje minder interessant werd, is dat je dus ziet dat daar heel veel eigenlijk hetzelfde gebeurt. Dat betekent dat de aanvallers die phishes uitsturen, dus die proberen te hengelen naar logingegevens ergens voor. Nou, die hebben dus op een gegeven moment in de gaten hoe ze dat kunnen laten slagen. En die herhalen dat dan vervolgens op net iets andere manieren of zo. Ja, continu dezelfde trucjes. Of dat alle domeinen dezelfde structuur bevatten. Heel vaak natuurlijk hetzelfde panel. Want het kost een hoop tijd om dat allemaal te bouwen. Maar zoals Wes net uitlegde met die belastingfish. Waarbij je dan echt ideal betalingen wordt gemaakt. Dat is dan weer exciting. Want dat is iets nieuws. Ja, dat is cool om uit te zoeken. Om te kijken. Om erachter te komen dat het zo werkt, zeg maar. Want je kijkt aan de voorkant. Je kijkt aan die website. Dus het duurt wel even voordat je daar achter bent. En dat is gewoon cool. Dus als je wat Maar je hebt dan iemand die bouwt een soort phishing panel. Dus dat is dat biedt een goed nagemaakte website van een bepaalde bank of zo, denk ik. Ja, of meerdere banken. Ja. En die biedt dat aan andere criminelen. En die gaan dat vervolgens verspreiden met een bepaalde valse een of ander verhaal naar een hele lijst aan contacten of zo. Dat is een beetje hoe het gaat. Ja, zo via sms'jes, weet je wel. Je de laatste tijd heel veel krijgt. Of dat een beetje mail. En natuurlijk zelf actief mensen opzoeken, hè, via Marktplaats bijvoorbeeld. Ja. Ik keek laatst op Marktplaats. Ik wou een Switch hebben. Nintendo Switch. En die was gewoon uitverkocht overal. Dus ik dacht, dan kan ik misschien tweedehands scoren. En er was er eentje te koop. En toen zagen we aan de prijs, dachten we al van, nou, dat is net even, zeg maar, niet ook een beetje goedkoper dan de rest, maar net even te. Dus ja. Milena die had even gereageerd. En die zei op een gegeven moment tegen mij, volgens mij is het nep. Kan je eens even kijken? Er was een heel verhaal over dat hij niet via eerlijk oversteken heeft Marktplaats of zo. Dat kon niet, want hij stond onder, had een bewindvoerder. En die bewindvoerder, die kon zijn geld, die beheerde zijn geld. En dan kon hij niet via Marktplaats iets doen. En nou, een heel vaag verhaal. Dus ik ben dat gaan googlen. En ja hoor, dat was ook weer op Tros Radar of Kassa of zo op het forum. Weer, ja, pas op, dit is een scam. Ja. Maar zo zijn ze heel hebben ze allemaal hun eigen werkgebiedje waarmee ze lopen te clearen. Ja, maar er zijn dus bepaalde gasten die maken die panels. En die, die worden daar denk ik steeds beter in naarmate het gewoon succesvol is. En ze steeds net iets meer tijd hebben doorlopen en ervaring hebben in het bouwen daarvan. Maar volgens mij zei je laatst ook dat wat je ook ziet gebeuren is dat als er iemand een panel heeft gekocht, dat die het vervolgens dat panel ook weer gaat doorverkopen aan anderen. Ja, en dat natuurlijk gewoon, blijft toch gewoon criminelen. En het is gewoon een zipje met PP-files erin natuurlijk. Dus dat kan je ook gewoon wegdouwen. Ja. Oké. Je ziet heel soms wel een keer wat slimmers gebouwd worden, maar meestal is het gewoon. En uiteindelijk, dat wou ik nog zeggen. Wat wel cool is, dat dus de panels ook wat intelligenter aan te worden zijn. Hiervoor was het gewoon. Er werd iets geschreven naar een tekstbestandje, de username wachtwoord of zo, of werd weggemaild gelijk. Maar nu ineens heb je, omdat ook de login challenge en response heeft, bijvoorbeeld de QR-code bij Rabobank, jij vult dus je bankrekeningnummer in en je pasnummer, dan gaat die website even op loading, zeg maar. Dan zit er live op dat moment, zeg maar, ergens een crimineeltje, die gaat gauw naar Rabobank site, vult dan je rekening en je pasnummer in. En maakt dan een screenshot van die QR-code. En die upload die gauw naar het panel. Dan ga jij uit de wachtstand. En krijg je de QR-code zien. Die moet je dan scannen. En dan de code invullen. Dan gaat hij dan weer gauw. Dus er zit opeens een hele challenge response in. En ook, dus ze kunnen je op hold zetten. Maar ze hebben ook verschillende scenario's. En afhankelijk van het scenario kunnen ze in een bepaalde flow stoppen. Die panels zijn gewoon een stuk technisch in ieder geval een stuk cooler.
man in the middle is het gewoon. Ja, ja, want, want in die screenshot, daar zie je natuurlijk met dat ING-panel wat dan is geüpdate. Ja. Dat hadden we vandaag, had jij vandaag gevonden, Wes. Ja, dat vind ik ook wel een leuk voorbeeld. Dit is de ING België pagina. Maar wat wel cool is dat ING die stapt van zeg maar de tancode af. En in het verleden... Moet je even uitleggen wat de tancode is? Ja, nou, bij tancode zeg maar, was de tweede factor bij ING. Volgens mij krijg je die per sms. Maar kon je die ook op papier hebben? Anyway, als je die code had, dan kon je zeg maar naast gebruiksnaam en wachtwoord kon je inloggen. En je zag gewoon dat die criminelen die maakten heel veel gebruik daarvan, doordat ze die tancode konden phishen. ING die maakt daar in vergelijking met andere banken gewoon, heeft daar best wel lang gebruik van gemaakt, van die methodiek. Maar daar gaan ze nu afstappen, wat denk ik een hele goede ontwikkeling is. En dat maakt het dan ook wel weer interessant. Wat we bij dit phishing panel zagen, is dat ze dus ook het phishing panel nu hebben geüpdate om de ING cardreader te gaan, om daar toegang toe te krijgen, zeg maar, tot die informatie, in plaats van de tankcode. Dus je ziet ook dat, volgens mij is het niet zo heel lang geleden dat ING dat aan had gekondigd, maar je ziet eigenlijk... Ja, ze hebben het nu weer afgekondigd ook, hè? Oké, dat weet ik niet. Nou ja, ze gaan het nog wel doen, maar in verband met de huidige crisispandemie, willen ze daar even mee wachten, om dat helemaal uit te schakelen. Het komt eraan. Ja, en dus je ziet dus ook dat... Je ziet hier al dat het aan geüpdate is. En ik heb vandaag ook een Nederlands panel van dit gevonden. En ook dat zie je dat veranderd is. En dan zie je ook de techniek die Rick beschreef. Is dat als je bijvoorbeeld op deze pagina inlogt... bij die bank, cardnummer en ING-ID... Ja. Vult dat in, je klikt login... dan blijft de pagina gewoon wachten. Dan zegt hij gewoon één moment alsjeblieft. Ja. Dat is volgens mij weer hetzelfde moment... Dat de crimineel zeg maar, bij de echte ING moet inloggen, daar weer wat ophalen, dat weer terugsturen naar jou. Dus je ziet, dat is wel cool, ze gaan nu bij de ING dezelfde methodiek hanteren dan bij de Rabo. Omdat het een setje van techniek. Gelukkig hadden ze al tooling voor het draaien. Dat betekent dus ook dat je als aanvaller nu opeens de soort van live naast moet gaan zitten. Ja, maar je zag gewoon dat ING veel meer... dat daar gewoon veel meer toegang tot accounts gekregen werd, omdat eigenlijk Rabo bijvoorbeeld met die scanner gewoon best wel lastiger is, omdat je daar inderdaad tussen moet zitten, et cetera. Ja, maar er was in ieder geval, er waren een stuk minder panels actief voor Rabo dan voor ING inderdaad. Ja maar ook gewoon de resultaten, bijvoorbeeld, de resultaten die eruit kwamen. Ja, van toen we inderdaad gevolgd hebben hoe succesvol ze waren in die phishes. Ja. Ja, dus, dat was ING, ja, dat klopt wel. Fijn dat ze daarvan afstappen, denk ik. Ik denk dat goed is. Ja, dat is goed.